Ja, die doet wel even zeer. Het is een lange wedstrijd. Ik denk dat iedereen wel alles gegeven heeft. Maar dan kom je toch bij een verlies terecht. En dat doet wel zeer, ja. Een vreemde partij ook. Hè? Jullie slaan honkslagen in de eerste 5 innings. 8 honkslagen, daarna geen 1 meer. Dat is ook heel apart. Maar je scoort niet. Ja, de afgelopen 2 wedstrijden hadden we juist elke keer als we een honkslag sloeg... waren het punten en RBI's, waren de mensen in scoring positie. En nu, elke keer met een honkslag, was er niemand op het honk. Dus ik denk dat het een beetje verschil is geweest. Ja, die timing met die hits, die was vandaag gewoon even anders inderdaad. Ja, het ligt voor de hand. Hè? Je zou kunnen zeggen van 15-0, 17-0, allemaal makkelijk. Tsjechië, prachtig weer. 3,5, 4.000 toeschouwers. Eitje en dan misschien onderschatting? Ik denk dat we zo goed mogelijk hebben proberen voor te bereiden. Maar dat kan hier soms inderdaad gebeuren. Inderdaad. Ja, dan wil je te veel, hè. Kijk, gisteren en eergisteren deden we gewoon ons ding zonder er een beetje bij na te denken. En dan wil je vandaag misschien nog meer. En dat kost je dan een win. En nu? Morgen weer knallen. Even sterker terugkomen nog dan alle drie deze dagen. Dus komt goed. Het kan nog steeds. Jazeker.